Als je door dementie getroffen wordt, dan heb je dat niet alleen. De omgeving leidt even hard mee. De familie, de partner als die nog in leven is, de kinderen, de broers, de zussen, de vrienden en ook het zorgpersoneel, de mensen die zorgen voor de mensen met dementie. Ik heb een gedichtenbundel geschreven met 100 gedichten over dementie. Toegankelijke en herkenbare gedichten, waarvan ik denk dat mensen er troost en bemoediging uit kunnen putten. Mijn vorige bundel, Vergeet me nietjes, is uitverkocht. 1000 exemplaren. De gedichten die ik nu schrijf op mijn website, Lichtpuntjes, die zijn al 500.000 keer gelezen. Ik ben er trots op dat Gerdy Verbeet, de oud Tweede Kamervoorzitter, een prachtig voorwoord heeft geschreven, een heel persoonlijk voorwoord waar ik heel trots op ben. Het uitbrengen van een bundel kost geld. Daarvoor ben ik een crowdfundingsactie gestart. Het is natuurlijk een stukje gunfactor dat mensen mij willen steunen bij het uitbrengen van het boek. Ik doe daarbij een beroep op u. En natuurlijk lever ik tegenprestaties in de vorm van een bundel of meerdere bundels. Vanaf 25 euro krijgt in ieder geval iedereen een bundel toegestuurd. Maar dat kunt u lezen op mijn site van Voor de Kunst, want dat is het bedrijf waar ik mijn crowdfunding gestart ben. De gedichten betekenen veel voor mensen. En dat blijkt wel uit de reactie die ik onlangs heb ontvangen. Ik lees het nu even voor. Weet je, Hans, dat jij nieuw licht hebt geworpen op mijn leven? Dat ik nu een betere en andere kijk heb op hoe mam zich voelt? Ik kan nu liefdevoller met haar omgaan. Er zijn emoties vrijgekomen die ik totaal niet kende en die ik blokkeerde. Dat is te danken aan jouw gedichten, Hans. Bedankt. Ik hoop van harte dat de crowdfunding gaat slagen en dat veel mensen bij gaan dragen aan mijn nieuwe bundel Parels in de Mist.